En op een gegeven moment stond ik ergens en wie kon mijn pad kruisen? Ronnie Flex. Dus ik loop rond. Yes, goedemiddag jongens en welkom alweer bij een nieuwe video. En niet zomaar een video. We zijn weer aangekomen bij een nieuw deel van mijn verhaal. En we zijn bij, even kijken, 15 of 16. One eternity later. Ik denk 15. Maar in ieder geval, daar gaat het niet om. Waarschijnlijk hebben jullie de titel al gezien en zie je waar het over gaat. Daar ga ik vanuit dan. Het zou echt waar zijn als je gewoon mijn video ziet komen en dat je gewoon gelijk klikt. Dat je denkt, ah shit, ik moet niet eens te weten waar het over gaat. Ik ga gewoon kijken. Dat zou helemaal waar zijn. Maar ik denk dat jullie de titel hebben gezien en de thumbnail. En het gaat dit keer over Mr. Ronnie Flex, Ronnie Stunt. Noem maar geen Ronnie Flex meer. Noem maar op. Maar in ieder geval, ik ga een verhaal met jullie delen daarover. En het is eigenlijk een verhaal die ik wil delen. Omdat het een soort van moment voor mij was dat ik zeg maar ook zo'n internethater was. Ik was niet echt een internethater, maar ik haatte op iemand die ik alleen kende via internet. Maar het was niet zo dat ik op internet comments ging plaatsen of dat soort dingen. Maar ik had wel een uitgesproken mening over Ronnie Flex. Ik moest niks van hem hebben. En ik ga jullie eigenlijk gewoon uitleggen waarom dat was. Ik was net 18, 19, dus dat is ongeveer al zo'n 6 jaar geleden. En je moet denken, nu luister ik ongeveer new school hiphop en luister ik echt de gekste shit. Maar destijds zat ik in die battle wereld zien en toen was ik ook nog echt op mijn oldschool hiphop. Ik moest niks weten van Drake en noem maar op, niks van nieuwe artiesten. Dan praat ik over een tijd van 2011 of 2012 en ik was gewoon echt op mijn hiphop shit. En kon zeg maar Nederlandse hiphop op dat moment helemaal niet waarderen. In ieder geval wel ja, de Frisco's en dat soort dingen, de winners. Maar mensen die nieuw kwamen zoals Ronnie Flex en zo, moest ik niks en niks van hebben. Ik moet denken dat ik echt allemaal diepe teksten luisterde, noem maar op. En toen zag ik ineens een knul genaamd Ronnie Flex. En die rapt ineens over. Gisteravond was een motherfucking puinhoop. Als ik ochtends dan naar huis loop, voel ik mij net als een kruidnoot. Ja, dat is eigenlijk best wel fat eigenlijk, maar. En hij had ook zo'n bar dat hij zei. Flex is nu! En ik gedraag me als een motherfucking commentje. Dus ik kon Ronnie Flex echt niet uitstaan. Gewoon alles wat hij deed, dacht ik: nee man, dit is het niet. Deze man verpest muziek. Al dat soort dingen, dat soort gedachten had ik op hem op dat moment. En ik moest gewoon niks van hem hebben. En hij was toen met best wel die kamp van Nouveau Riche. Ik vond het allemaal niet zo tof. Maar als ik dan eentje zeg maar echt niet tof vond, dan was het Ronnie Flex. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik vond Ronnie gewoon niet flex. Oké, dat was echt de slechtste punchline tot nu toe. Deze punchline mogen jullie niet accepteren. Officieel gewoon, hij is niet geaccepteerd. Tof, en ik zag iemand die de charts aan het halen was, of in ieder geval, hij maakte veel views en ik vond het oneerlijk tegenover de andere artiesten. Maar laat me even duidelijk zeggen, zo was mijn mindstate op dat moment. Ik mocht hem ook persoonlijk niet, ik vond hem een arrogant mannetje en dat is best wel raar, omdat ik hem zeg maar niet persoonlijk kende. Dus uiteindelijk was ik gewoon zo'n hater die zeg maar op iemand haatte, terwijl ik hem niet persoonlijk kende. Dus ik gunde hem ook niet of zo. Ik dacht van ja, deze man verpest muziek of noem maar op. Dus ik moest niks van hem hebben. Maar nogmaals, ik plaats er 1 comments over hem. En noem maar op. Ik ging ook met een paar mensen om die ook best wel hip-hop related waren. En ik wist nog wel dat we het vaker hadden over Ronnie Flex. Over van ja, dit is een muziek vind ik niet kunnen, bla bla bla. En dat waren echt de 2012 tijden. En een keertje gingen we naar Boogie Down Breda. Dat was zo'n festival waar voornamelijk veel hiphoppers kwamen. Ergens uit het buitenland ook. Even kijken, wie waren dan ook alweer? Zo jongens, een tijdje terug man, ik weet het niet meer. Toevallig had ik het in de auto nog over hoe de muziek op dat moment was en hoe het vroeger was en bla bla bla. Ik was echt zo'n oldschool mind hiphop head, zeg maar. Dus op een gegeven moment liep ik daar op Breda rond en we hadden de auto geparkeerd en het was nog best wel een stukje lopen. En toen kwamen we aan bij het festival, nou een paar optredens gecheckt. Ik weet niet meer, ik zit echt even terug te denken wie er allemaal waren, man. Zo. One eternity later. Wie weet als je ergens wil opkomen en je kan er niet opkomen. Maar goed, ik liep daar rond, ik was een beetje aan het chillen, het was gezellig, vibe was aan, muziek was aan. En op een gegeven moment stond ik ergens en wie kon mijn pad kruisen? Ronnie Flex. Dus ik loop langs Ronnie Flex en we groeten elkaar. Dus je moet denken, iemand die zeg maar, ja, Ronnie Flex niet mag, puur door zijn muziek eigenlijk, kom hem ineens tegen. En dan, ja, toch, weet je, we groeten elkaar. Hij kende me ook van mijn battles, dus we raakten even in gesprek. En toen dacht ik wel van, hey, dit is best wel een flexing guy, hoe die praat en zo, dit en dat. En het gaarste op dat moment was, is niet dat ik tegen hem zei van, hey bro, ik denk je zit niet en zo, ik vind het niet lauw. Nee, ik hield gewoon mijn mond. Ik zei, hey bro, ja, lekker man, alles gaat goed. We praten gewoon met elkaar en hij ging weg. En ik dacht van ja,
aan de ene kant dacht ik van oké, super tof dat ik hem net, dat hij zo is. En aan de andere kant dacht ik, ah, kut, waarom heb ik niet tegen hem gezegd van, dat ik hem niet tof vind? Waarom durf ik dat niet tegen hem te zeggen? Kijk, ik heb hem nooit op internet gevlamd of zo. Met mijn mindset van nu zou ik daar heel anders op dat moment ingegaan zijn. Maar op dat moment, ja, ik weet niet, want het overkomt je gewoon even. Je verwacht niet dat je zo iemand tegenkomt. En dan, weet je toch, het is heel persoonlijk om dan tegen iemand te zeggen van, bro, ik vind jou als je die tof, terwijl je een soort van lop aan elkaar showt. Maar ja, goed, dus Ronnie gezien. En toen kwam ik thuis en toen heb ik er best over nagedacht. En dan dacht ik bij mezelf van, waarom haat ik eigenlijk altijd op Ronnie Flex? Oké, ik vond zijn muziek niet lauw. Maar waarom als iets nieuws uitkwam, bleef ik het aanklikken of moest ik het toch even checken? Of kwam het voorbij, moest ik er toch een mening over hebben? En waarom heb ik mijn mening op hem gebaseerd? Puur door alleen zijn muziek. En daarom ging ik daarover nadenken. Ik denk van, kiel, zo moet je niet doen, man. En dat is wel altijd zo hoe ik ben geweest. Ik doe dingen. Daarna denk ik erover nadenken van, dit moet ik de volgende keer misschien niet meer zo doen. En sindsdien, ik vond ze op dat moment niet gelijk zijn muziek toffer of zo. Maar toen kwam die een beetje met de poekoes van In een Jet. Yeah. Op een dag ga ik weg, op een dag ga ik weg. Met boys in een jet, met boys in een jet. Op een dag ga ik weg. Noem maar op, In een Jet vond ik echt keihard en het werd steeds harder, Zusje kwam en noem maar op. En ik dacht van ja man, Ronnie Flex is echt nu gewoon zijn draai aan het vinden. En ik moet ook zeggen dat ik steeds meer begon te wennen aan nieuwschool muziek en het oldschool muziek steeds meer aan het loslaten was. Ik hou nog steeds van oldschool hip hop, maar ik hou ook heel veel van nieuwschool en ik plaats nergens meer een label op ofzo. En ik check het gewoon, als ik het tof vind ik het tof. En of ik het dan nou moet plaatsen in een categorie hip hop of niet, boeit me niks. Ik luister gewoon alles wat ik tof vind, van de nieuwschool rappers waar sommige mensen van walgen, tot aan de oldschool rappers waar sommige mensen niet meer willen luisteren. Maar dat is in ieder geval een punt wat ik op dat moment heb geleerd is, ga nooit zomaar op iemand haten. En dat is eigenlijk ook een boodschap die ik aan jullie wil meegeven. Je kan mensen hun werk niet tof vinden of de dingen die hun doen niet tof vinden. Maar dat betekent niet dat je ze persoonlijk erop hoeft af te rekenen. Oké, bij mij zien jullie wel een beetje persoonlijke leven, zien hoe ik ben. Maar nogmaals, als je mij niet tof vindt, hoef je niet naar mij te kijken. I know that they listen to that. We als jij een mening over mij hebt en het is een slechte mening, uit hem. Als je me de volgende keer ziet, zeg er iets over. Want ik heb vaak genoeg haatcomments gezien bij mij. Met mensen die dit en dat over me zeggen. Maar nog nooit in mijn leven is er iemand echt naar me toe gekomen en zei van, die shit wat jij doet vind ik niet tof. Jawel, er is één keertje iemand naar me toe gekomen die het zei. Maar die bracht het wel soort van vriendelijk en die zei van, de vragen die jullie stellen vind ik niet tof. Discussie. Ik was het niet helemaal mee eens. Maar dat is ook mooi dat je daarom een discussie kan voeren. Dus dat is eigenlijk één keer een soort van gebeurd. En terug over Ronnie. Ronnie, ik hoef er denk ik maar weinig over te zeggen. Is een van de hardste artiesten op dit moment. Wat hij allemaal bereikt. Wat hij allemaal doet. Keihard man. Ik blaas zijn albums. Zijn laatste album ook. Classic. En Ronnie weet sowieso. We zijn super cool met elkaar. Ik weet niet of hij dit verhaal weet dat ik hem vroeger niet mocht. Maar ik denk dat er wel meer mensen waren die niet zijn shit dikten. Omdat het zeg maar een nieuwe wereld was. En een nieuwe wereld. Nieuwe tijdperk die ging inslaan. En een wereld waar nog weinig mensen aan konden wennen. En uiteindelijk een wereld is die zeg maar de Nederlandse scene heeft overgenomen. Alleen maar veel respect voor dat. Much love voor Ronnie Flex. Het is echt een gozer naar mijn hart. En ook echt persoonlijk. Ronnie Flex is een van de meest humble guys die ik ooit in mijn leven heb leren kennen. Ik denk, net zoals dat ik zelf humble ben, zo is hij ook. Hij neemt tijd en alles voor iedereen. Hij is zo humble, zo down to earth. Zo lief naar mensen toe. En het is echt een toffe gozer. En wat ik normaal, en wat ook echt is dat hij een eerlijk jongen is. Als hij op dit moment skeer zou zijn, zou hij het gewoon zeggen. Net zoals dat hij een keertje in een episode heeft gedaan. En hij is gewoon eerlijk over alles en nog wat. En dat waardeert mij hem echt als persoon. En vind ik het eigenlijk jammer dat ik hem in destijds anders zag als persoon dan dat hij eigenlijk was. Maar soms reflecteert muziek of zo. Als iemand zijn muziek niet tof vindt, ga je hem persoonlijk ook al snel niet tof vinden. Maar nogmaals, dikke shout-out naar Ronnie Flex. Ronnie Flex is denk ik een van de grootste lessen in mijn leven dat ik dacht van, bro, ga niet zomaar op iemand zijn muziek beoordelen. Dus dat is een hele grote les die ik ervan heb geleerd. En ik hoop ook dat het een beetje een les is die jullie ervan kunnen leren. Nogmaals, je kan iemand niet tof vinden. Iedereen zijn mening. Maar dat betekent niet dat je hem ook gelijk persoonlijk niet meer zou mogen, weet je. Iedereen doet zijn ding. Iedereen is lekker bezig. Vind je het niet tof? Check je het niet. Dus dit was eigenlijk mijn verhaal. Ik moet eigenlijk zeggen meer confession over Ronnie Flex. En volgende week weer een nieuw verhaal. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet hem ook niet te liken, te subscriben. En dan zie ik jullie weer de volgende praatvideo, volgende vlog. Noem maar op. Ik hou van jullie. Later en lekker man.